Oké, laten we daarheen gaan. Kunnen we gewoon door de deur heen? Of? Oh ja. Of ze moeten iets van zacht doen of zo. Dat zijn voor mij een beetje die manager die in het aanhoud gereden. Ja, kijk daar. Ja. Oh, kijk, dat is het boek. Dat hadden we op dat eiland van vader. Oh ja. Krijgen die wel die pijlenbogen? Dit zijn ook al die mensen met die pijlenbogen. Ja. Verhaal is, moet die man voor. Wat zijn we? En die geiten daar lopen. Biesten. Varkens. En tapdeeltjes. Ja. Hij wou ook pakken, maar jij ging elke keer voor me lopen. Heen en weer. Ah, dat is wel heel vredig hier, hè? Mm-hmm. Oh, hier rechts ook tandwieltjes. Moeten er 6 zijn hier, joh. Dit voor beesten links hier, joh. Schapen. Betreed. Heb je hem, hoor, vader. You aren't what I was expecting. Maybe the same could be said for me. If you came here looking for the old man, well, do you have the book? Do you know what that is? The word of Joseph, his teachings, his guidance, his wisdom, and his madness. I have searched everywhere for this book. Joseph said the one who found it would be ordained by God to be the true ruler of Eden. And you are the one who returns it to us. It should have been me. I'm the one they turned to when he disappeared into the north. I'm the one who held this family together. I'm the one they chose to lead. I have protected them from the locusts and the snakes. I have kept us all alive and safe within these walls. Not the old man, me! Maar volgens mij is dit de zoon van vader. Ja, zie dat? He ran away. Ik ben blij dat je een boek hebt, joh, Mongo. You came here looking for his help. But Joseph is dead. No one wants to acknowledge this, but it's the truth. Our family still believes in him, and they'll never stop believing in him until they understand that he was not a messiah, he was just a man. Help me show them. Bring back proof of his death, and I'll help your people. But New Eden will not allow you to travel north until you prove yourself worthy by lighting the flame of Eden. Waar staat zelf in de Mongol? And it will lead you to the flame. Oké. Zijn bloed in mijn gezicht lopen smeren. Godverdomme. Daar ben ik niet van gediend. Kun je niet schapen dood maken? Wat vlees. Your trained friends are safe with God. Ik heb die mannetjes, joh. Moet hij ook nog van die dingetjes, hè? Van die dingen vinden. Ja, hier bij mij. Die tandwieltjes. Hier bij mij. Waar zijn je? Oh, hier. Kun je even een nieuwe
zie hem. We hebben nu 3 toch? Ja, ik heb er nu 3. Ik heb nog dingetjes. I recognize the mark upon you. Ik heb hier eentje, naast die mensen, waar we mee moesten praten. Heb je ook al? Ik heb niks, gewoon alleen hetzelfde zo'n. Nog 2. En laten we een beetje in het begin liggen. Het is wel vreemd als mensen niet zomaar gewoon vol rennen door het kamp, lijkt mij. Ja, allemaal 2 vreemde mensen. You have been marked. Ethan has marked you as one who wishes to rekindle the flame of New Eden. The bandits who have taken our land have extinguished it. It is found at the base of the fallen statue of Joseph, toppled by a sinner many years ago. There is a band of chosen there. They will help you. Oké. Ik had mijn wapen maand en dan toch maar niet. Ja, ik ook. En ik had mijn pijl en boog ook toevallig. Ik hier binnen ook zo'n papiertje. Ja, ik was ook door, maar ik kom echt niet door. Nieuwe uitverkoren. Ik lees altijd een kruisje. Nieuwe uitverkoren kunnen het goed vinden met de puma's. Oké. Laten we daar naartoe gaan, denk ik. Ja, zo'n schaapje doodmaken, zo. Nou, ik zal het niet doen, joh. Ze mogen je nu nog. Nog één gek camel daar achtergelaten. Nou, kijk waar we helemaal naartoe moeten, joh. En we hebben geen auto meer, want die liggen in het water. Oh, die is al inmiddels al weg. Kijk, zie je dat? En wist je dat eigenlijk al? Als je dat... Dan ziet je op puntje toch wat je... Dat ze je zien of niet. Ja, ja. Nou, hij begint met zwart. En als hij helemaal wit is... Ja, dan precies, oplopen, ja. Dan ziet ze... Wacht, bordje. Puma's. Wow, Elite, monsterlijke zo. Puma's. Ja, maar hun zijn bevriend, hè, met de puma's. Dus ik hoop dat wij dat ook zijn. Oh, dat is een boom. Oh, ik kan nog gewoon een bocht maken hier, joh. Een kerstboom. Zie je links dan? Een kalkoen of zo? Een gekke. Ja, een turkey. Oh, kan nog. Ik kan hem nog doodmaken ook. Dan raak hem niet allemaal. Nee. Ik heb net een haas doodgemaakt. Hé, hey, dat is wel vet. Je kan wel echt alles doodmaken in het spel. Hé. Hey. Ah, ik had hem niet. Glas gelijk kapot. Van ons? Ja. Oh. Ik denk dat we moeten lopen hier, hè? Opbouwt. Ja, ik dacht al. Ja, kan je echt niet met de auto komen? Ja, wel, kom. We gaan nog rijden. Oh ja. Ik denk dat dit wel is, hoor. Ik kom er heel moeilijk boven, joh. En kom hier, we hebben zo'n grappling hook daar, ja. Ik druk de verkeerde knop. Hier moeten we zijn. Oh, hier is die man. Hier is die man. Daar gaan we naar praten. Oh, hier is die pijlenboog. Maar er is maar eentje. Oh, er 2. Pak hem aan. Hier tegen de boom ook. Welke pak jij? Ik pak hem hier op die steen wel, maar ik kan hem niet pakken. Hij is aan het praten. Ik zei het toch? My fellow chosen will help you. Want wij hebben nu een veel beter pijlenboog dan in. Ja. Maar oh, dat is wel beter. Maar van wat ga ik hem pakken? Ja, ik heb gewoon pijlenboog. This is the sort of weapon to use for this sacred task. Ja, dan ga maar rocken. Moet ook echt pijlenboog schieten.
Ja, die heb ik wel pijnlijk, die heb ik nog. Ja, ik heb nu gewoon AR, die aanvalsgeweer, pijlenboog en suppressor. We gaan al hoor. Maar ik heb hem door mijn pijlenboog geschoten. Ja, je moet hem ingedrukt houden. Rechts 2 ingedrukt houden. Ja, L2. Dan moet je hem en dan moet je hem loslaten. Moeten we die man nog gewoon volgen of moeten we gewoon echt daar naartoe lopen recht? Ik kan niet weten. Oh, hier is een man. Boom. Oh, die schoot ik even mis, joh. Die schiet ik weer mis. Ik ben echt slecht. Je hebt ook geen richtpuntje. Jawel, jawel. Tussen die twee dingen. Oh, is dat een richtpuntje? Ja, dat is je richtpuntje. Maar als je gewoon in het lichaam schiet, zijn ze ook dood. Je moet niet op zijn headshot, toch? Nee, nee. Ik heb... Oh, hier. Oh, nee. Die hoort me misschien. Kom, kom. Cynisch, hoor. Je moet weer van die tandwieltjes vinden. Ja, we gaan gewoon eerst die missie doen, joh. Oh, hier is een mannetje, hier, joh. Ah, je legt nog zo'n pijlenboog. Je legt allemaal van die goede pijlenbogen. Ja, ja. Maar hier is nog een mannetje, hier. Hier rest nog zo'n mannetje. Oh. Voor die muziek, joh. Wil je wel gek kwaad deze langs? Ja, maar in principe als je gewoon raakt met je pijlenboog, dan zijn ze gewoon neer, hè? Ja, ja. Hier zijn we mannetjes denk ik, ja, ja, hier. Lekker, nog eentje daar links. Achter die boom zit hij. Oh, een gnatje, joh. Noodkoop gewoon allemaal, joh. Ik zit echt met zo ver met shotgun schieten. Nou, ik schiet alles op die steen, joh. Ja, kijk nog naast die ding. Nou, nog eentje dan. Nou, hij moet even tevoorschijn komen. Joh. Bom. Oh, hier, joh. Soms weet ik echt niet van waar schieten. Oh, hier joh. Kom mijn kopje maar even zien. Oei. Oh joh, hij leeft nog. Had een helmpje op. Praat met de leader. Oh, hier zijn tandwieltjes. Kistjes. Thinner. Ook weer gedaan. Gaan met hem even praten. We hebben je zo ver mogelijk gebracht. We hebben nog geen pijl geschoten, man. Ja. Godverdomme. Drain the water, then destroy the pipes to release the bliss. Ignite the bliss, so that the righteous fire may rise again. And be careful it does not consume you. Go, sinner, with our blessings and hope. Dan moet hij denk naar binnen, ja kijk. Moet hij iets doen met waterpijpen en zo. En... Maar hier kunnen denk ik ook weer beesten zijn, hè? Ja, ik denk krokodillen hier of zo. Kijk,
Kijk, we moeten het water denk ik omhoog laten. Ik heb eigenlijk niet geluisterd naar iemand, hij praat te veel, joh. Ja, maar praat poep. Oh, hier moeten we hier. Een zaklampje. Krokodil achter je aan. Moet er naar jou toe komen? Hier is iets. Wacht. Ik ga even naar boven en dan ga ik naar beneden. Blijf even hier zo wachten. Ach man. Moet je, kan je daar echt in? Oh, ik denk dat we dat kapot moeten maken ofzo. Wacht. Draai neer het water. Ja. Wat is dat dan weer? Dat weet ik ook niet. Oh, we moeten die kant op, ja, andere kant op. Oh, daar is zo'n ding, draaiding. Doe jij dat? Ja. Gaan naar boven. Nee, het is water zat. Nee, je had water van het zak. Ja, ja. Nou moet je denk ik wel daar iets doen. Kijk hier. Ja, vernietig. Oh, vernietig. De lichtleidingen. Boom. En nu? Hoeveel moesten ze doen? Kijk hier, bij mij. 3. Die bij mij kunnen ook nog ergens in. Ja, even kijken of hier verder niks was. Een naakte molrat hier. Een naakte molrat. Maar echt nou. Kom, hier naar beneden, kom. Ja, dat kan ik niet door. Oh, ja, moet je stompen. Oh. Ja, ik wou er ook wel onder doorgaan. Oh, hier is een. Oh nee. Ja, dat ben ik ook af. Oh, hier is een ding. Moeten we door, hè? Oh, joh. Wat gebeurt er nu? Ik ben dood. Ik ook. Ik ben dood. Ben je echt dood of niet? Ja, ik ben echt dood. Wacht, ik neem even dingen. Ik leg hier... Ja, maar het is overal gas, joh. Ik moet nu weer door dat gas heen, hè? Nee, ik leg gewoon boven. Ja, weet ik, maar daar, de andere kant is ook gas waar we naartoe gaan. Oh, ik word weer geraakt. Nee joh, nu ben ik denk dood. Ja. Ja, ik ben ook dood. Kijk, hier is ook allemaal gas, joh. Ja. Oh, jij bent niet dood. Oh, nee, ik door, joh. Ja, ik ben dood. Ik heb ook geen RBO-kist meer. Ja, ik ben neer, joh. Ik ben helemaal neer. Ja. Maar daar is allemaal gas, kan je niet ja, weet ik, nee. Ik kan niet kruipen, nee. Maar ik weet ook niet als ik ga opgeven of ik dan ergens anders kom, maar dan kom jij denk ik helemaal met me mee. Ja, nee, ik kan jou niet, ik heb ook geen EHBO meer. Kan niet maken. Zal ik gewoon naar boven lopen? Kan niet maken, EHBO-kist, dus op die groot knop. En dan bij inventaris ofzo. Ja, even kijken. Ja. Nee, ik kan wel maken, maar dat gebeurt. Je kan niet in een ding maken. Oh ja. Ja, je moet ingedrukt houden. Ik ben hem ook aan het maken. Ik heb er nu weer 2. Hey. Nou, nu ben ik dood. Godverdomme. Ja, wat slaat ja, dit toch? Nee, dit slaat nergens. Dit kan niet, joh. Hij is dan gewoon naar boven gelopen. Wacht. Maar waar moeten we straks heen dan, joh? Naar de andere kant. Oké, kom eraan. Wil die maatje lekker zelf niet? Kom snel. Nee, maar dat duurt echt lang. Dit duurt te lang, joh. Oh, ik ben eruit. Ja, ik ben veilig. Ik heb mijn freestyle gedaan. Oké.
We moeten hier iets doen. Zorg even dat je EBO kist vol zijn. Ik maak hem al af, kan ik hem dood maken. Ik mag dood schieten, niet. Ja, nu gaan we naar de morgen af te wachten. Ja, laat ze gaan, joh. Oh, hier zijn heel veel naakte morgen, joh. Oké, ik ga vanaf afstandje schieten, ja, want ik weet niet wat hier gaat gebeuren. Ja, als je wil. We gaan. Tegen zo, ik zit vast. Er is een paal aan. Maar wat moeten we nu doen? Doel, dat weet ik ook niet. Moet je nu niet gewoon het water weer omhoog doen of zo? Nee, overal komt gas. Wat is dit voor route? Nee, ook niks. Oh, we moeten hier weer naar die man. Oh ja, hier. Steek de bliss aan. Oh, je moet daar iets aansteken. Geluk. Oh, wacht. Misschien moeten we gewoon een bommetje gooien of zo. Vuur. Wacht, maar dan ga ik wel even een beetje naar boven. Want... Mag ik gewoon een molotov? Nog wel wacht. Ja, doe eens. Ik weet hoe dat moet. Ik denk hem gewoon. Oh ja, kijk hem. Oh nee, dan zul ik gewoon te slaan. Je moet molotov cocktail gooien. Ja. Oh, hoe kun je dat gooien, joh? Wacht, ik weet het niet al. Oh, wacht, ik weet het al. Hier komt ie. Maak je niet. Moet u nou weg of wat is de bedoeling? Want we hadden dood moeten gaan. Ja, ontsnap aan het vuur. En we zijn al boven, wat denk jij nou? Zo. Dus wat gebeurt er, joh? Kijk dan, in één keer, joh. Tering. Het brandt ook niet door. Heel. Precies tot daar, joh. We moeten hier met die man praten, denk ik. You've done something amazing here, outsider. Dinner. Deze man te doen hier, joh. Kijk eens achter je. Ja, hij is aan het bidden. Ethan himself was not able to accomplish. Binnen naar het Clearly, you are the one who will make Joseph's prophecy come true. Maar dit was het standbeeld van vader, hè? But go, knowing you have given us a new. Wat de? Ja, dit hier. Dit hele ding. Dat was een standbeeld van vader. Heel groot. Oh. Oh, ik zie zijn handjes, hè. Hoppa. Hier, kijk. We hebben het ook vrij gespeeld nu. Ja, nee, die hebben we nu al. Dus ik kan hem altijd pakken. Ja, daar. Het is Mickey. A lot of fight went out of those nature freaks when we put out their big fire. Now, it's burning again. And if that amps them up, and they start fighting harder, me and Lou are gonna be... Een beer achter jou! Ja, maar ook kijk ook wat voor beer. Het is gewoon een normale beer. Oh, gaat wel snel dood met die pijn op boog, joh. Nee, niet wegrennen. Ik moet eigenlijk in zijn kop schieten, dan doet hij 300 damage, joh. Hij komt. Oh, ik ben neer. Zit hem in zijn kop, 300 damage, joh. Wow. Lekker. Gratis titanium. Ik ga de pijltjes pakken. Wat dat? Al die pijltjes pakken. Dat zag je niet, hè, die beer. Dat is wel een keer achter jou. Ja, nee, ik stond er. Maar ik hoorde het geluid wel. Maar ik denk, wat is dat, joh?
Zo doe je dat.